Ja, soms vind ik voetbal gewoon onbegrijpelijk. Je doet je cursus, je loopt al jaren mee. We hebben al echt heel veel wedstrijden achter elkaar gewoon niet slecht gespeeld. We hebben een goede voorbereiding gehad in 2011. En ik had echt het gevoel, de ploeg heeft vertrouwen. Er is een heel goed fundament. En de eerste helft met name, ik snap er echt helemaal niks van. Want we zetten geen druk naar voren. We leverden alle ballen in. Er zat geen flair, geen bravoure, geen duelkracht. De tweede ballen waren er niet. En ik vond dat wij eigenlijk pas misschien in de 40ste, 41ste minuut een beetje in de buurt van Coutinho kwamen. Twee keer een schot van Greenheim. En dat is hartstikke teleurstellend. Maar ik snap er ook niks van, omdat ik echt vanmorgen omstond. We gaan weer lekker voetballen en het staat er gewoon goed op. En ik vind het helemaal niet erg om een keer te verliezen. En de tweede helft was het allemaal niet super, maar dan word je even kwaad. Je geeft dingen aan, je wisselt er drie tegelijk en dan is er in ieder geval iets van een wedstrijd. En dan kun je misschien nog in die wedstrijd terugkomen, maar dat duurde maar 2 minuten. Maar die eerste helft vind ik echt onbegrijpelijk. En dan is het ook weer naar de toekomst toe van wat ga je daar nou als staf mee doen? Want we hebben een fundament gebouwd en breekt het dan in één keer af? Nee, maar ik zit hier echt de eerste helft verbijsterd gewoon naar Heerenveen te kijken. En als je verliest geef je altijd de tegenstander een compliment. Ik heb in de rust heb ik al tegen John gezegd van echt een hele goede eerste helft gespeeld. Want wat zei je ook alweer? Even dat heeft bij jou geen indruk gemaakt, jawel, denk ik. Maar ik zei dat jij. Dankjewel voor de complimenten, zei ik. En het leek wel. Ik zeg, en soms word je gek als trainer. Nee, dat zei je niet. Je zei het leek wel of ze gewoon. De kooi ging open en ze gingen naar buiten. Ja. En bij ons had ik echt zo goed gevoeld dat we gewoon in slaap. Dat we wakker geschud moesten worden. En gefeliciteerd. Goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel, John. Gelijk jou, Annelie. Als je terugkijkt is altijd het makkelijkste wat er is, maar ik stond ook vanochtend op en ik dacht ook, god, ik heb zin in vanavond weer de eerste wedstrijd. Voor de wedstrijd even over gehad met Ron van elke club die je leest heeft een geweldige voorbereiding gehad onder goede omstandigheden. Elke club zijn uit het buitenland geweest. Nu kan ik zeggen dat wij echt een hele goede voorbereiding hebben gehad. Die was al goed. Maar die wordt uiteindelijk bevestigd met een wedstrijd tegen Heerenveen. Wat gewoon een geweldige ploeg is, vind ik. Die heel moeilijk te bestrijden is. Die heel erg in vorm waren natuurlijk net voor de winterstop. Dat neem je allemaal mee. We hebben alle beelden gezien. Zag er heel goed uit. Als ik dan de wedstrijd kijk en ik zie hoe wij beginnen. En ik heb wel gezegd, hè, dat zijn allemaal trainerstaal en clichés bij wijze van spreken. Pak die gasten bij de strot. Maar wij als ADO zijn hebben vanavond vanaf de eerste seconde in de wedstrijd het initiatief genomen. En eigenlijk durf ik bijna te stellen dat we dat niet meer weg hebben gegeven. En dat is een heel groot compliment voor ADO vanavond. We misten wat jongens. Het is nooit goed om over de jongens te praten die er niet zijn, vind ik. Dat geeft altijd iets ten opzichte van de jongens die er wel zijn. Maar als je dan ziet waar wij vanavond met het elftal wat er stond toe in staat zijn, durf ik bij te stellen dat we een van de betere wedstrijden gespeeld hebben dit seizoen. Tegen nogmaals een hele goede tegenstander. We hebben op de juiste momenten gescoord. We kregen een ongelukkige goal tegen op een rotmoment. Hè. Het publiek ging zingen, het ouderwetse Haags kwartiertje. En we kregen een goal om onze oren. Heel belangrijk daarna was dat we eigenlijk gelijk direct die voorsprong weer vergroten tot 2 goals. We hebben al, wat ik zeg, een gewonnen wedstrijd gespeeld bijna de hele wedstrijd lang. Maar na die 3-1 was het over en uit. En ja, ik heb de jongens een heel groot compliment gegeven voor de invulling vanavond. En ja, dat is iets om als trainer ontzettend trots op te zijn.